Wat ik wens uiteindelijk en wat ik vraag ook aan de mensen voor kerstdag en nieuwjaar, zorg ervoor van uiteindelijk u veilig te amuseren, u op een veilige manier te amuseren en u aan de regels te houden. Want hopelijk kunnen we in 2021 terug een leven krijgen die wij gekend hebben, die wij altijd ook geapprecieerd hebben en die in onze maatschappij uiteindelijk gehalveerd geweest is door de corona. En ik denk dat 2021 misschien een hele verandering zal zijn. Vergeet niet dat we hebben nog de Brexit aan de ene kant, we hebben de Biden aan de andere kant. Dat zijn allemaal zaken die de wereld gaan ook veranderen. Wij moeten daarmee rekening houden. En ik wens aan de bevolking en aan de mensen van inwoners van Knokke-Heist, aan onze tweede verblijvers, eendagtoeristen en uiteindelijk hotelgasten, het beste voor hun familie en een zeer goede gezondheid.